Ik ben Hans Lambeau, hoofdredacteur van Business Process Magazine. En op dit moment is mijn gast Ronald Maas, kersvers bestuurslid van het BPM Forum Nederland. Welkom. Dankjewel. Allereerst gefeliciteerd met je verkiezing als bestuurslid van het BPM Forum. Kun je iets vertellen over je achtergronden? Waar werk je op dit moment? Ik ben op dit moment werkzaam alweer ruim 10 jaar bij ABN AMRO. En binnen ABN AMRO verantwoordelijk voor alle klantprocessen binnen het retailbedrijf. Aha, dat is een interessante functie. Je doet dat al 10 jaar? Na 10 jaar werkzaam bij ABN AMRO. Ja. En in verschillende functies eigenlijk altijd werkzaam geweest op het vakgebied van Business Process Management. Kun je iets vertellen over het werk, wat je precies doet? Kun je wat nauwkeuriger omschrijven waar je mee bezig gaat? Ja, dat kan. Eigenlijk tot vandaag, of eigenlijk de afgelopen jaar, druk bezig geweest om de hele integratie met het Fortisbedrijf mogelijk te maken. Waarbij natuurlijk ook de integratie van onze verschillende bedrijfsprocessen van ex-Fortis en ex-ABN AMRO samen te voegen. En op dit moment eigenlijk verantwoordelijk voor alle lifecycle processen binnen de bank. Dus vanaf het moment dat je klant wordt tot en met het proces overlijden en alle momenten daarbinnen, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. En wat deed je die 10 jaar daarvoor? Waar komt je passie voor BPM vandaan? Grijp eigenlijk terug nog in mijn studie technische bedrijfskunde in Enschede. Daar kennis gemaakt met een gepassioneerde hoogleraar, zoals dat dan gaat. Je mag een naam noemen als je dat wilt. Nou, dat is Remco Dijkman onder andere geweest, maar ook de heer De Weert en de heer Spil. Ik heb wat dat betreft veel vakken gevolgd op het gebied van informatiekunde. Dat is eigenlijk mijn opstap geweest. Ja. En wanneer raakte je echt gepassioneerd van die processen, van dat procesdenken? ABN AMRO is mijn derde werkgever. Ik ben eigenlijk ook nog als consultant werkzaam geweest bij O&E Management Partners, of nu O&E. Ja, ja. En daar ben ik echt in het vak gerold. Ja, precies. Je zei net tot vandaag, maar dat betekent dat je iets anders gaat doen bij ABN AMRO? Het blijft in het vakgebied, maar dan wat breder neergezet. Ik ga programma Customer Excellence voor de kantoren binnen ABN AMRO draaien. Ja. Dat betekent eigenlijk dat wij in een hele integrale aanpak gaan kijken naar hoe we de prestaties van de kantoren kunnen vergroten. Dan kijken we uiteindelijk ook naar procesverbeteringen, maar wel in het totale systeem met de kennis en vaardigheden van de medewerkers, houding en gedrag en uiteindelijk ook de besturing van het hele kantorennet. Een heel specifiek gebied eigenlijk binnen BPM, zeker het gedrag van mensen. Ik denk dat ook een van de ontwikkelingen zijn, dat we wat verder moeten gaan kijken dan meer de harde kant van business process management en dat we het veel meer moeten zien in de samenhang met eigenlijk ook de zachte elementen van het presteren van medewerkers in een bedrijf. En hoe kom je aan bagage daarvoor dan? Want in de opleidingen krijg je die bagage toch niet echt mee. Is dat een persoonlijke passie? Persoonlijke passie. Op zich in de opleidingen weet je wel veel over het systeemdenken, maar in aanpakken en methodieken worden wij ook ondersteund door deskundigen van buiten. En zo brengt het ons eigenlijk ook weer stappen verder. En ik lees over die ontwikkelingen. Precies. Als bestuurslid, is er iets specifieks waar je graag op wilt richten, waar je hard voor wil maken? Op de eerste plaats is het bijna zeggen onmogelijk om Frits op te volgen wat dat betreft dat als bestuurslid. Dat moet je niet willen. Maar ik heb brede interesses binnen het BPM-vak. Ja. Ik denk op de eerste plaats is het wel interessant om vast te stellen van wat zijn eigenlijk de remmingen op een succesvol BPM in bedrijven. Dus we hebben nog veel te winnen bij senior management. Ja. Ja. Dat op de eerste plaats. Vakinhoudelijk vind ik het interessant om met case management bezig te houden. Dus veel meer kijken naar de complexere triggers die op processen in de organisatie aansturen. En niet op de laatste plaats vind ik het ook interessant om te kijken naar hoe we onze processen beter kunnen executeren. Hm. Dus er zijn daarin binnen ook veel ontwikkelingen en dat is meer aan de IT-kant. Dus wat dat betreft een breed spectrum aan interesses die ik heb en waar ik hoop een steentje kunnen bijdragen. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant. Ik weet zeker dat we nog heel veel van je gaan horen. Bedankt voor dit korte gesprek. Met veel plezier.